Zorginstellingen Triade en GGZ Centraal hebben fouten gemaakt bij de opvang en verzorging van de omgekomen Armando Panday. Dat concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg in een rapport naar aanleiding van de dood van de 33-jarige man 2 jaar geleden. Panday zat hier in Lelystad in een begeleid wonenproject van Triade. Hij overleed nadat een begeleider hem fixeerde. Dat is het stevig vastbinden of vastpakken van iemand. Naast woonbegeleiding kreeg Panday ook psychische zorg van een andere instelling, GGZ Centraal. En die twee, Triade en GGZ Centraal, werkten niet goed met elkaar samen, zegt de inspectie. Ze keken alleen naar hun eigen deel. En dat zorgde ervoor dat Panday niet de hulp kreeg die hij eigenlijk nodig had. Panday was namelijk psychisch niet stabiel. Dat maakte hem niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. Met één gezamenlijk behandelplan, in plaats van de twee die hij kreeg, had hij wellicht beter geholpen kunnen worden. Triade en GGZ Centraal moeten van de inspectie een aantal maatregelen nemen, zodat het in de toekomst niet meer kan gebeuren. Een aantal daarvan zijn al uitgevoerd. Zo worden medewerkers van Triade nu getraind in hoe ze om moeten gaan met mensen die psychische problemen hebben. Ook gebruikt de inspectie dit voorval als voorbeeld om andere mensen in de zorg erop te wijzen wat er mis kan gaan. En, heel belangrijk, om ervan te leren. Na de dood van Panday in juli 2014 heeft ook het Openbaar Ministerie naar de zaak gekeken. Het OM besloot toen om de man die Panday fixeerde niet te vervolgen. Volgens justitie was er sprake van zelfverdediging en heeft de medewerker andere aanwezigen beschermd. Sloopwoningen in de Breestraat en aan de hoogzijde in Marknesse worden toch weer opgeknapt voor tijdelijke bewoning. Door vluchtelingen die mogen blijven zijn meer woningen nodig. De komst van de statushouders zorgt ervoor dat het aantal beschikbare huizen afneemt. In Marknesse worden in de loop van de tijd 22 woningen weer bewoonbaar gemaakt. Nou, ongeveer de helft zullen we aanbieden aan mensen die op korte termijn tijdelijk een woning nodig hebben. Dus die echt haast hebben. En de andere helft die zullen we aanbieden aan statushouders. Het gaat om tijdelijke bewoning tot uiterlijk november volgend jaar. De sloop en de daaropvolgende nieuwbouw lopen geen vertraging op. Ja, dat garanderen wij, want daar hebben we ook een belang bij met elkaar. Dat hebben we ook afgesproken met de bewoners. Bewoners die eruit zijn gegaan zijn er ook niet voor niets verhuisd natuurlijk. Dus nee, ze gaan plat en we gaan nieuw bouwen. Volgende maand kunnen de eerste nieuwe huurders erin. Nu wordt er nog geklust. Het gaat om kleine dingen, zoals het maken van sloten en het aansluiten van elektra. De woningen zijn veilig, volgens Mercatus. We breken ze ook niet af omdat ze onveilig zijn, maar omdat ze te oud zijn eigenlijk om daar nog heel veel in te investeren. En omdat het een mooie plek is om weer wat nieuws te gaan doen. In andere steden is onrust ontstaan in de buurten waar statushouders worden gevestigd. Mercatus verwacht in Marknesse geen problemen. In Emmeloord zijn er goede ervaringen. Er wordt samen met statushouders gegeten om elkaar zo te leren kennen. Dat gaat hier ook gebeuren. Ik heb begrepen dat hier in het dorp al initiatieven zijn die dit in gang brengen. Ja, dus dat is heel mooi. Normaal zie je alleen maar mannen racen op het circuit in Lelystad en staan de vrouwen langs de kant te kijken. Maar vandaag was dat omgedraaid. En de meeste vrouwen hadden nog nooit eerder geraced. Het was de eerste keer van het weekend. Dus ja, van de eerste keer ook het weekend wedstrijdjes gereden. Dus dat was wel spannend natuurlijk. Maar wel erg leuk hoor. En voor jou ook een eerste keer? Ja, ik wil vaak eens kijken, maar nooit echt dat ik zelf gereden heb. Dus het was wel heel leuk dat ik nu in de auto mocht in plaats van aan de lijn te kijken. En hoe is het om te doen? Nou, eerst, ik was echt heel zenuwachtig, maar ik vond het echt heel gaaf. Wel, wel een hele ervaring. En daarbij moest de vrouw ook nog eens rijden in de auto van de man. Ja, het is niet anders. Ik sta wel met zweterige handen daar langs de kant te kijken. Het is voor hetzelfde geld rijden zo je autoblad, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Tijdens de race gaat het bij beide dames redelijk goed. Alhoewel... Maar met een behendige correctie ligt ze snel weer op koers. Nou, hoe ging het? Nou, redelijk. Voor mijn gevoel dacht ik wel doorrijden. Dus ik dacht, ik ga maar weer opnieuw beginnen. Want ik stond een tijdje stil. En toen dacht ik opnieuw starten en door. Maar dat ging wel goed. Aan de Ladies Only Race Day deden zondag zo'n 60 vrouwelijke coureurs mee.